Het ging er af en toe hard aan toe in de uitverkochte ijshal van Kardingen. Dat de wedstrijd überhaupt doorging was een klein wonder. Even dreigde er geen ijsvloer meer te liggen. Niet alleen de supporters waren blij dat het toch gespeeld kon worden. Ja, geweldig. Het heeft ook wel wat voeten in de aarde gehad. Ik begrijp het ook wel. Ook wij als vereniging moeten gewoon het ijs gaan huren bij de gemeente. En we hebben in het begin een einddata afgesproken. En de einddata was afgelopen zondag. En daar is natuurlijk de hele begroting van de gemeente op afgestemd. Evenals de personele bezetting. Dus dit is gewoon fantastisch dat de gemeente gewoon het mogelijk heeft gemaakt. Het was lange tijd onduidelijk tegen wie Gijs Bers moest spelen in de finale. Tegenstander Dordrecht weigerde in eerste instantie door de week te spelen. Het is ook niet gebruikelijk dat er in de play-offs door de week wordt gespeeld. En onze jongens werken gewoon, zitten op school, moeten tentamens doen. Maar ja, het kon niet anders, dus het moest. Uiteindelijk draaide het natuurlijk om het ijshockey. In de derde en laatste periode kwam Gijs nog knap terug van een 2-0 achterstand. 5 minuten voor tijd ging het alsnog mis en gingen de Dordrecht Lions met de winst aan de haal. De straffen, dat was ons fataal. Vooral ook in de derde periode loop je tegen een 4 minuten straf op. Ja, en dan met een man minder, dan komt er nog een 2 minuten straf bij. Dus je staat dan met 2 man minder op de ijs. En daar maakt het net even het verschil van de wedstrijd. Maar of de nederlaag nou ook te maken had met het gedoe vooraf? Kijk, het speelt natuurlijk wel in de koppen van die jongens. Gaan we wel spelen, gaan we niet spelen? Wanneer gaan we spelen, hoe gaan we spelen? Ja, dat werkt natuurlijk altijd tegen je met de voorbereiding. Door de nederlaag is het seizoen voor de Groningers voorbij en ging Dordrecht er met de beker vandoor.